Ja, de Olympische Spelen zijn echt iets magisch en om daar te zijn met alleen maar sporters, dus je leeft ook in een dorp met iedereen die alleen maar een sport beoefent en dat op het hoogste niveau, dat is gewoon onwijs gaaf en ja, dat heeft echt iets magisch. Ontspannen doe ik door, ja eigenlijk door gewoon te ontspannen, nee, door ik kan gewoon lekker op bed liggen, serietje kijken. Contact houden eigenlijk met de mensen thuis, met mijn vrienden, mijn familie en dat is voor mij eigenlijk echt de meeste ontspanning. En tijdens trainingen door doe ik dat door een keer naar de bios te gaan of een keer lekker uit eten en dat soort dingen. Nou, met mijn roomie op toernooien kijk ik Handmaid's Tale. Daar zitten we nu, volgens mij zijn we nu bij seizoen 3, maar we mogen dus ook niet zonder elkaar kijken, dus het gaat heel erg langzaam. En verder, ik ben eigenlijk best wel te pakken voor alle series, daar ben ik niet de moeilijkste in. Ik ben een gevoelsspeler en ik speel best als ik goed in mijn vel zit. Dus als ik af en toe gewoon heel even uit dat hokje stap en gewoon heel even relax, gewoon even ontspanning zoek, dan denk ik dat ik uiteindelijk het beste op het veld ben. Ik kon niet kiezen, dus ik heb er 2 gekozen. Dit is de eerste. Dat is mijn familie, mijn broer, mijn zus en mijn ouders. Die zijn er altijd voor mij, die steunen me altijd. En dit was toevallig voor Rio 2016. Ik ben altijd julijarig. Dus meestal ben ik er nog net wel of net al onderweg naar de Spelen. Dus meestal vieren we dan een soort van uitzwaaifeestje met mijn verjaardag tegelijk. Maar het is eigenlijk een beetje een soort van mijn verjaardagviering in combinatie met dat ik de rest van de familie een maand niet ga zien. En dat ze me even nog succes kunnen wensen. En dat ze dat eigenlijk op 1 dag gooien, want zoveel dagen zijn er vaak niet vrij voor de Spelen. Dus dan komt eigenlijk de hele familie naar Valkenswaard en dan even uitzwaaien. En dit is nummer 2. Deze is iets moeilijker te zien. Maar je ziet daar mijn ouders heel erg elkaar omhelzen en mijn zus en mijn vriend zitten daar. En dat was eigenlijk na de... het was de halve finale van het WK. En ik nam de 5e shootout. En dat was dus uiteindelijk de winnende shootout. En je ziet ook gewoon de opluchting bij mijn ouders van, oh gelukkig, het is gelukt. En dat vind ik wel een hele mooie foto, hoe zij ook meeleven op die tribune. En dan met mijn zus en mijn vriend ernaast, ja, dat vind ik een hele mooie foto. En dan denk ik aan Brabant. En dan denk ik aan Brabant, want daar brandt nog licht. Waar ik aan denk? Ja, worstenbroodjes. Nee, ja, Brabant is toch wel echt mijn thuis, moet ik eerlijk bekennen. Ik heb eigenlijk altijd in Brabant gewoond, dus dat voelt altijd na zo'n spelen ook wel weer lekker. En ik moet eerlijk bekennen, de beste welkom thuis na de spelen was echt in Brabant. Die in Den Bosch. Dus dat zijn mooie momenten die ik koester. Allerleukste aan Brabant, ja, dat vind ik dan toch wel die Brabantse gezelligheid. En het Bourgondische, daar hou ik ook wel van. Hoewel ik er niet heel vaak aan kan meedoen. Als het kan, dan hou ik ervan.